In verband met de herziening van de overeenkomst met de Cubaanse artsen is de bereidwilligheid van lokale medici om in het binnenland te werken weer actueel. Het ministerie bekijkt mogelijkheden om Surinaamse artsen te interesseren om weer naar het binnenland te gaan. Mukesh Zimbudat Pandey, voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname, de VMS, zegt dat hiervoor veel randvoorwaarden in orde gemaakt zullen moeten worden. Je gaat sowieso een groep hebben die gaat zeggen van nee, dan moet je wel de oogkost gewoon nemen. Kijk, wat heb je nodig om ergens te gaan werken? Je hebt een huisvesting nodig, je wil wat een kleine geriefelijkheid. Airco moet je niet verwachten, dat ga je niet krijgen toch? Je moet voeding hebben, je moet een coöperatieve samenleving hebben. Wat heb je nog meer nodig? That's it, denk ik. En ik denk dat, en natuurlijk ook wat liefde voor onze rurale binnenland eigenlijk. Dus, en ik denk dat onze Surinamers dat wel hebben. Het ministerie heeft huiswerk, de medische faculteit heeft huiswerk. En wij als Surinamers hebben ook veel huiswerk. We moeten niet zeggen dat het binnenland een apart deel van het land is. Ze zijn ook een deel van Suriname. Dus zij die in het binnenland hebben gewerkt, u mag ze vragen. Suriname is een mooi land. Dus ik denk dat we eigenlijk, als we die faciliteiten creëren, vooral aan de basis als we daar beginnen, dat er zeker sowieso een trek naar het binnenland zal zijn. In verband met de herziening van de mantelovereenkomst had een groep Cubaanse artsen het land al verlaten omdat hun contract niet was verlengd. Gisteren is besloten dat de groep die er nog is voorlopig mag blijven. De VMS heeft eerder kritiek gehad op de komst van de artsen. Zimbudat Pandey hierover. Je gaat sowieso een groep hebben die gaat zeggen van nee. Dan moet je wel de oogkost gewoon nemen. Kijk, wat heb je nodig om ergens te gaan werken? Je hebt een huisvesting nodig. Je wil wat een kleine geriefelijkheid. Airco moet je niet verwachten, dat ga je niet krijgen toch? Je moet voeding hebben. Je moet een coöperatieve samenleving hebben. Wat heb je nog meer nodig? That's it, denk ik. En ik denk dat, en natuurlijk ook wat liefde voor onze rurale binnenland eigenlijk. Dus, en ik denk dat onze Surinamers dat wel hebben. Het ministerie heeft huiswerk, de medische faculteit heeft huiswerk. En wij als Surinamers hebben ook veel huiswerk. We moeten niet zeggen dat het binnenland een apart deel van het land is. Ze zijn ook een deel van Suriname. Dus zij die in het binnenland hebben gewerkt, u mag ze vragen. Suriname is een mooi land. Dus ik denk dat we eigenlijk, als we die faciliteiten creëren, vooral aan de basis als we daar beginnen, dat er zeker sowieso een trek naar het binnenland zal zijn. Dat was VMS-voorzitter Mukesh Zimbudat Pandey. Hij zegt dat er in de groep van Cubaanse artsen er enkele goede zijn. Die zouden wel ingezet kunnen worden.